Zo krijg je gezonde ogen. Zo krijg je gezonde ogen. De uitstraling van je ogen kan veel vertellen over je innerlijke gezondheid. Wees je dus bewust van de aanwijzingen die je ogen je geven. Heb je wel eens opgemerkt dat er tegenwoordig steeds meer mensen over straat gaan met een bril op? Niet om een modestatement te maken en ook niet omdat oogbescherming ineens veel beter is geworden. Het komt juist doordat deze mensen misschien niet goed voor hun ogen hebben gezorgd. In dit artikel kun je leren hoe je je ogen gezond kunt houden en niet alleen het dragen van lenzen, maar nog ernstigere problemen in de toekomst kunt vermijden. Gezonde ogen zijn belangrijk. Natuurlijk mag je zelf weten wat je met je lichaam doet en welke gewoontes je erop nahoudt, maar als er één ding is waar je om zou moeten geven, is het wel de gezondheid van je ogen en de gevaren en risico's die je ogen kunnen beschadigen. Dit houdt meer in dan alleen het drinken van wortelsap voor het vitamine A-gehalte. Herinner je je nog dat je opa je vertelde hoe gezond wortels wel niet zijn voor de ogen? Wellicht heeft jouw opa je ook wel eens voor de grap gevraagd of je ooit een konijn hebt gezien die een bril droeg. Om gezonde ogen te hebben, is het inderdaad belangrijk om voldoende vitamine A binnen te krijgen. Deze vitamine voorkomt namelijk infecties en gaat ze tegelijkertijd tegen en vermindert de druk op de oogzenuw. De oogzenuwen worden tegenwoordig steeds meer belast door het gebruik van computers, mobiele telefoons, tablets en televisies. Naast wortelen en vitamine A bestaat er echter nog een lange lijst andere natuurlijke middelen die kunnen helpen de ogen en het gezichtsvermogen te verbeteren. Het gezichtsvermogen is misschien wel het belangrijkste zintuig dat je hebt. Tips om de gezondheid van je ogen te beschermen. Allereerst zou je moeten weten dat je ogen onderdeel uitmaken van je zenuwstelsel. Om je ogen gezond te houden, moet je dus proberen zo min mogelijk last te hebben van stress en voldoende rust te krijgen. Enkele tips om je hierbij te helpen zijn: eet voedsel dat rijk is aan mineralen, zoals fruit, zeewier en groenten. Zorg ervoor dat je ogen voldoende zuurstof krijgen door bewust, langzaam en diep adem te halen. Probeer een ontspannende activiteit op te pakken om je zenuwstelsel van binnenuit te kalmeren, zoals yoga of tai chi. Wat zijn de symptomen van oogproblemen? Een slecht gezichtsvermogen en het moeten dragen van een bril of lenzen zijn niet de enige gevolgen die kunnen worden veroorzaakt door onevenwichtigheden in het lichaam door slechte gewoontes of een gebrek aan goede oogzorg. Tot deze lijst behoren ook: verhoogde slijmproductie. We hebben het over het slijm dat zich tijdens het slapen in de hoeken van je ogen verzamelt. Als je merkt dat je lichaam gedurende de nacht of dag meer slijm aanmaakt dan normaal, dan kan het zijn dat er te veel gifstoffen in je lichaam aanwezig zijn, die je lichaam op elke mogelijke manier probeert te elimineren. De oplossing hiervoor is om je hele lichaam te ontgiften of zuiveren. Dit houdt in dat je zuivel, gebakken voedsel, vlees, suiker en zout moet vermijden. Daarnaast zul je veel meer water moeten drinken en vers voedsel moeten eten. Jeukende ogen. Jeukende ogen kunnen een teken zijn dat je niet voldoende slaapt. Maar de jeuk kan ook worden veroorzaakt door een slechte bloedsomloop in het gebied rondom de ogen of wanneer je dieet over het algemeen niet gebalanceerd is.
Een techniek die altijd werkt is om in een comfortabele houding te gaan zitten en naar boven te kijken zonder je hoofd te bewegen. Draai alleen je ogen richting het plafond. Doe je ogen een paar keer open en dicht, terwijl je de hele tijd richting het plafond blijft kijken. Dit zal de bloedsomloop in je oogweefsel bevorderen, waardoor je meer energie krijgt. Vergeet echter niet om ook verse groenten en water in je dieet op te nemen. Opgezwollen oogleden. We hebben het niet over de manier waarop je ogen opgezwollen raken nadat je gehuild hebt, of dit nu kwam door het snijden van een ui, het kijken van een droevige film of als emotionele reactie op iets anders. Als je oogleden onverwacht ineens opzwellen, dan kan dit worden veroorzaakt doordat de nieren niet goed werken of doordat de nieren juist te hard werken. Misschien doe je je make-up te hardhandig op of maak je je ogen 's avonds niet goed genoeg schoon. Wat kun je doen? Voldoende lichaamsbeweging, 's ochtends ananas of sinaasappelsap drinken, beter slapen en mildere make-up producten gebruiken kunnen allemaal helpen je probleem te verbeteren. Strontje. Hoewel sommige mensen denken dat strontjes veroorzaakt worden door een virus, zijn strontjes echter het gevolg van een opeenstapeling van gifstoffen in het lichaam door een slecht dieet, te veel eten of een bepaald vitaminegebrek. Probeer het eten van zoute, zoete, gebakken en vette voedingsmiddelen te vermijden. Een huismiddel dat vaak werkt is om een voorwerp dat gemaakt is van goud, zoals bijvoorbeeld een ring, te verwarmen en een paar keer op het strontje te leggen. Rode en waterige ogen. Als je jezelf helemaal hebt uitgeput door uren achtereenvolgend te werken op de computer of wanneer je bent blootgesteld aan vervuiling of chemicaliën, je lenzen te lang hebt in laten zitten of te weinig hebt geslapen, dan kunnen je ogen rood en waterig worden, soms zelfs zonder duidelijke reden. Probeer je ogen wat meer rust te geven door ze bijvoorbeeld elk uur dat je werkzaam bent achter de computer even 2 minuutjes te sluiten. Punt. Draag contactlenzen alleen op de aanbevolen tijdstippen, drink meer water en probeer niet al te veel tijd door te brengen in omgevingen waarin de lucht een lage kwaliteit heeft. Doffe ogen. Sommige mensen maken zich zorgen omdat ze vinden dat hun ogen er levenloos uitzien. Dit symptoom kan door een verscheidenheid aan factoren worden veroorzaakt, waaronder gebrek aan voedingsstoffen, bloedarmoede, een ziekte, vermoeidheid, verdriet, stressen. Van de beste manieren om doffe ogen te behandelen, is door jezelf te ontspannen door bijvoorbeeld te gaan wandelen of misschien zelfs een afspraak te maken bij een psycholoog, iemand die je kan vertellen hoe je je onderliggende probleem het beste kunt aanpakken. Vergeet niet om daarnaast ook gezonder te eten, 's nachts voldoende te rusten en jezelf niet tot het uiterste te drijven.